Mijn toehoorders wel eens een zeer opmerkzaam in de 16e psalm, vers 11. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde bij uw aangezichten, lief volk Gedel, zijn in uw rechterhand in uw lood. Deze psalm is een klein genoot. Het is er een van koning David. Maar als wij handelingen der apostelen mogen lezen, dan wordt hier overgezet dat de psalm 16 David hierin het type was van de Messias. Van zijn lijdensterven. En van zijn begrafenis, dat zijn heilige geen verderving zou zien. Daar wordt die waarheid zo overgezet, voordat David wel verderving gezien heeft, maar Christus niet. Daarom ook deze psalm is een messiaanse psalm. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Dat de uitspraak van Christus tegen zijn vijanden. Geeft een pad de wandel van zijn krip naar Golgotha. Een pad van lijden, strijden en van betaling, verwerving. En is het ook ingegaan, zodat zijn eerste weg zijn pad was afgetekend om door lijden en sterven, rantsoeneren den Vader voldoening te geven. Maar gij zult mij het pad des levens bekend maken. Deze naar het bijder is de dood niet even gebleven, maar is uit de dood weer verreden. Die heeft toch weer als middelaar een pad, vanaf zijn graf tot de jongste dag. En dat pad, dat beloopt gij nog, want dat is het pad des levens dat gij bekend gemaakt wordt. Als bijbellezer kunt gij dat enigszins vatten. Die bekendmakingen behoren niet bij de goddelijke natuur, die geeft geen bekendmaking van ogen. Maar dat ziet op zijn knechtschap en op zijn middelheerschap. Al is zijn menselijke natuur, nou uit de dood vergoed, niet vergoddelijk. Nou heeft gij nog een pad des levens te bewandelen. En dat bewandelt gij tot de jongste dag. Daar is gij in werkzaam bij den Vader. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezichten. Want dit pad, het eerste pad, was met tranen, met smart en lijden. Maar het tweede pad is het pad van vreugde. Nu was gij de vreugde wel voorgesteld. En om die voorgestelde vreugde heeft gij kruis verdragen de schande verhaal. Maar na zijn opstanding heeft gij nou die Emmanuel, die knecht, heeft nou een pad des levens. Maar heeft gij voor zadiging der vreugde. Want die koning is in God verblijd. En die blijdschap, dat de blijdschap is een overwinning. Gij is nou daarin, is gij nou waarin die ware Messias? Nou het verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Al liefvolle keden zijn in uw rechterhand eeuwig. Voel uw gemeente, de meesten passen deze waarheid regelrecht toe op het kind des Heren.
maar het moet je maar verklaren als een vrucht ervan. Wat was Christus niet verblijf geweest in overwinning? Er had nooit een zoon daar zich kunnen verblijden. Was Christus niet in die vreugde ingegaan? Er had nooit een ziel in de vreugde kunnen ingaan. Daarom als die kerk het zal krijgen, die krijgen dat vrucht uit zijn arbeid. Die hebben ook een pad te belopen, niet om te betalen en te verdienen en te verwerven. Die krijgen dat vrucht op enige gelijkvormigheid op aarde. En daarom die verzadiging der vreugde, dat is nou het werk van de Messias. En het is waarheid, liefvolle ketel, zijn in uw rechterhand hevigen. Want hij is nou in die volmaakte vreugde, waarin hij eeuwiglijk zal verblijven. En die arbeid die gij nou verricht als middelaar, tot de volmaking van de werk, tot de jongste dag. Er is geen zo rustige werkzaam. Er zijn de tijden, doet er geen afbreuk aan. De donkere tijden doet er geen afbreuk aan. Want gij werkt zo rustig bij de Vader. Dat lieflijke pad wat gij nou mag beloven als middelaar in zijn verhoging. Die vreugde die straalt van zijn aangezicht. Die vreugde die krijgt nou die kerk als vrucht vanuit zijn heerlijke vreugde. Dat is een heerlijk, eenvoudige, korte toelichting die wij geven. We dachten vanavond over die waardige koning met u te mogen spreken. Uit den 21ste der psalmen. En daarvan geeft men voor het vijfde en het zesde versje in verband. Het leven geeft gij van uw begeer. Gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en de altoos. Groot is zijn ere door uw geil, majesteit en de heerlijkheid. Gij hebt hem toegevoegd. Wij willen vooraf zijn majesteit vragen, zijn